Ik hem helemaal op mijn mond. Zakia! Op mijn mond. Oh, deze ding. Dan ziet er dat zo aan. Is er, deze mensen krijgen het rookboete. En dan ziet er dat ding zo aan. Oh, deze ding. Mooi ding. Zak hem helemaal op mijn mond. Ik gooi blikje in de water. Helemaal lege blikje. Ah, klopt, de meneer zullen gewoon een waarschuwing geven. Maar de meneer gooit die blik zo in het water. In de water. In de water. Ja, dat krijgt hij een boete voor. Dat hoort niet bij, vriend. Alrighty. Malaysia. One-shot quali. Oei. Want zo'n kwaling, dat is wel een strenge. Altijd, het zijn zelf van die straven, hè? One-shot qualies. Ja, dat zijn van die billenknijpers. Even kijken of er van de fuck aan zo'n cent. Dan zou je eigenlijk leven hebben dat ze gewoon zo weer de one-shot quali op de track zetten en dat ze dan maximaal 4 rondjes of zo mag rijden. Dan hoeft ze niet zo bang te zijn. Ja. Dat zou wel leuk zijn, ja. Maar dat duurt niet te lang. Door te lang. Dat hoort niet bij vriend. Dan mogen ze de optie one shot quali en three shot quali of zo. Ja, dat is wel heel vaag dan. Malaysia. Stuitrecht. Daar heb ik geen setup voor. Increased optie. Yo. Dat zei ik. Hoe is dat bewolkt? Go! Laadremmen. Oeh, wieltje blokkeren. Aan de binnenkant. En hier overkurp, pijltje niet meenemen. En dat is tractie, dat is tractie. Lastig. Ik val te glijden. Heerlijk. Niet afsnijden hier over het zwart. Dit is lastig, hè? Dit is ook tractie. Dit is een hele lastige. Maar veel meer tractie dan ik gewend ben in de Renault. Oh, te vroeg ingestuurd. Zij kut, is fucking invalidated! Flikker de god, man. Godverdomme. Ik kon het ook zelf aan. Ik heb ze ook te vroeg ingestuurd. En jawel, hoor. Ja, eindelijk gebeurt het. Dit is ook een nutty. Nee, dat bocht voor de backstraight. Man. Dat is een heel net, de camper. Hier, ik heb dat vergeten. Kutste! Nou, dat is een heel net, ja. Een lastige net. En de beste gaan weg. Dat nog zin om zich te kwalificeren. Dat zijn de beste bus van de nu die gedisqualificeerd zijn. Dus, ik weet niet of dat nog een klassement is. Ik heb mij gewoon ook. Is een onbekende tijd. Zeker was disqualified. Noepas, hè? We zien Noepas in de gaten. Waar staat hij dan? Oh ja, in het gries. Nee, ik ben de middelste. Ja. Ja. Advanced. 9e. Oké, Sebastian, focus nou on the race. Hier, de kut baby driver zit er nog steeds in, hè? Fuck fan. Baby rider. Black thief. Kut fucker. Misschien moet je hem even een VVD'tje sturen. Normaal doen. Baby driver, normaal doen. Dat is wel een launch, man. And here we go. Op zich gekwalificeerd. 9 volgens mij. P9. Ik zie niks, dat is van de wagen. Oh,
Waar zit ze in? Ferrari of? Ja. Wat is dit voor een zeik? What the fuck, een explosie! Inderdaad, niet Tim. What the hell is dit? Dat is je die zeik, Tim. Dat is je die zeik. Ah, het sandwich, het is een Renault William sandwich. Ik gun een volledige explosie. What the fuck? Echt een massive crash gebeurd. 6 posities in één keer gewonnen. De helft van het veld ging van de baan in één keer. Super grappig. Hier, de zieker. Ja, dat is de zieker. Nu focus op de race. Niet veel fouten maken, die komt free white hoor. Ja, laat ze me crashen! Ik ken hem hier zo. What the fuck? Die het van alles explodeert in mijn gezicht. Ja, maar ik ben ook best wel bang, want die zit ook allemaal te laggy. Lagmaster extraordinair. Dit gaat fout, dit gaat fout dadelijk. Oeh, ik kom niet, ik kom niet. Oh, ik ben heel wiet. Oei, oei, oei. Kon ik het als een zieke ASO. Ja, 2 posities gewonnen. Hier, daar gaat een babydriver. Daar ga ik van de weg rijden. Mooi, mooi, mooi. Altijd leuk om te raken. Wat? Ah, de kut McLaren. Ik kan niet remmen. Oh, fuck. Ik ben aangevallen op 2 McLaren's. Oh, dat is gevaarlijk. Oh, ik zit achter de zieke. Zijn ik hier. Ben je een McLaren? Nee, ik ben de Renault, ik zit daar nog achter. Oh, de McLaren's komen langs. Ja, maar ik zit in een Ferrari, ja. Ik heb die zo te pakken. Rich mix en go. Ik geloof hem in. Ik weet niet of ze op realistic of niet was staan, maar... Nee, die stond op de vehicle. Dus dat Ferrari gebeuren heeft heel veel zin, maar gewoon lekker langs de binnenkant, G. Ja, dat is zeker gevecht, hè. Lekker optie bumper nu. Ik ben wel op die. Ik heb de optie om nog firmig even te remmen, ik kut fan. Ik weet niet of je een kut fan is het. En that's the move dan. Oh, nog niet gans. Nee, hij is er weer langs. En nu is het een kwestie van tractie. Ik ben sneller dan de ene McLaren. Vent. Oh, dan rip ik weer een vol eraf. Ja, yep, ik heb hem te pakken. Oh, dat is een McLaren. Achterlijke zeikvent, man. Doe normaal. Achterlijke zeikvent. Hier, god, wat hebben we de ganse auto in de kloten, hè? Ik hondskloten, twist komt dan. Achterlijk kut, me gewoon. Ik ben weg. Jongen, jongen. Nee, liggen ze gewoon de ganse niet vol aan te rijden. Ik denk er niks met. Zeker op E5. Ja, goede startfase meegemaakt. Hier, kijk, al bij de McLaren's die trekken zich ook terug nu. Eerst trekken ze iedereen de ganse race te verzieken. Trekken zich terug nu? Die hebben een taakje gedaan. Ja, dat vind ik wel leuk. De Kemper. Monza. Niet bij Monza, maar Honda. Oh, ik zie hem het verneuken. Achter de Toro Rosso. Nee, we kunnen even van Tempjes weg. Die werd nu opgetakeld. Wat? Ik ben een beetje geretired. Ja, ik moest wel. Mijn auto wordt compleet ingehoord gereden door een van de McLaren's. Aangevallen door een Toro Rosso. Angst. What the fuck, jongen? Nou, riep ik zelf met de boete. Riep ik zelf met de boete, jong. Zeker weg, jongens. Terug naar de 1.
up to our teammate is 33.6 seconds. Oeh, de zieke heeft plekken verloren. Dat is helemaal niet waar. Het spel is gewoon aan het fucken. Zet er een stil! Waarom is dat spel wel perfect? Wat is er aan de hand? Ja, ik zit gewoon dicht te volgen op de, in de spectator mode, maar er zitten de ganse plaatsen te winnen en te verliezen en echt heel veel. Terwijl dat ze helemaal in het inhalen best wel ingehold werd. Steady PSS op dit moment. Ik denk wel een snellere toren ofzo. Een halve minuut geleden stinkt ze nog 14e in de spectator en opeens vliegt ze op naar plek 6. Dat ben ik nooit geweest inderdaad. Ja, dat was wel man. Oh, dat spel is zo slecht. Wacht, het spel is slecht, om je geld terug. Ja. Oeh, te ruim aangesneden. Oeh, te wijd. Niet zo fuel naar hebben. Fuel is op. Ja, dat is kritiek. Lockups, slaan de lockups. Ik heb een penalty, dus ik moet eigenlijk 2 seconden losrijden. Oké, het is me niet lukken. Ja, dat is gratis gewerkt. Een Bradbury's naar de finish toe. 2 seconden los hier om P6 te verzilveren. En daar komt hij in de laatste ronde. Haalt hij tot de finish van Bradbury's? Hij haalt het. Ja, hij haalt hem. Smeek die 2 seconden weg, ja. P6 is 50. Mooi zo. P-driver. Hoe snel? Sprintertje 1. Welk? Oh, dat is er. Een domme onlanger. Wat die AI altijd lijkt te fucken als de race is af. Ja, die kunnen gaan uitdrieën. Die kunnen gaan uitdrieën. Dat kent ook niet. Ai, ai, ai. Godverdomme nog niet. Ja, dat is helemaal gaat. Dat is helemaal gaat. Godly. Volledig de godverdomme in. En dan zijn ze dan weg. Ik zit zelf te verzieken. Honza. Dat is geen SM, Honza is Honda. Sebastian Vettel has joined. Jong! Dat is hem! Dat is. Is de rechte. Godverdomme, kind, maken we dat nog met? Wie goed, vragen, goed zou dat zijn, man? Oei, oei, oei. En dan de mensen, honestly, guys. Ja, man. Zo prachtig zijn, hè? Ik heb er lang een rage over de boordradio van dit spel. Oh.
kijk of ik gauw zijn Ferrari kan gaan inpikken. Oeh, dat moest ik gauw zijn. Monaco Grand Prix. Oh, nee. Dit werd een slaakplezier. Hier, de vekker, sprintertje in, zit in die Ferrari. Ai, dat kan zijn. Welk? Monaco, denk er niet aan. De Monaco Grand Prix. Ja, het gaat hem al her, hè? Ja, ik heb er zin in. Dit weer een slagveld. En een hoofd. Oeh. Er is watch and quality hier, Tim. Ja. Nee, terug heel snel in Monaco, maar ja, dat is... Drama is dat. Maximale downforce en gaan. Yes. Oei, zoals je in Wettelkamp doet, Turkije. Ja. Een oude team Toro Rosso. Ja, dat zijn de echte, die blijven weer de roots. Godverdomme. Allee jongens. Is Stefan nu echt bang? Dat valt me gewoon scheien. Dat is bang, ja. Ik weet niet of hij bang is. Ik denk dat die in Nederland smoesjes zijn. Dus ja, dat is snel bang natuurlijk. Ja. Ik denk ook niet dat het heel veel zin had gehad. Jong. Ja, ik denk dat er twee rondjes zijn met gereden en worden er gewoon weg. Allee jongens. Laten we gaan. Oeh, is het duister? Allee, nog niet. Ik heb niet meteen stil, even de curbs. Rond mijn vriends. Oh man, veel te zieke ruimte weer. Oh nee, ik doe nog Rosberg, fuck. Oh nee. De escape road, die Mirabeau. Nu pas een hairpin. Ik heb hem druk moeten schoten. Ja, serieus, ik ging echt de escape road in. Rosbergje. Maar ik denk dat expres. Zodat Hamilton geen snellere diepers neerzetten. Nee, ik ging nu pas door de chicane. Ik ging ook nu pas door de chicane en ik heb hem weer straight lined. En dan is het al weer laat dus. En verder dit fucking time! Nou ja, dan weet je dat het niet de enige box tegen twee lang heeft werden. Dan zag ik ook nog zo'n hele chicane hier. Oh, en dan heb ik een dingetje metgepakt. Ze kunnen even nu al binnen, hè? Sick, hè? Sick is dat. Denk eens niet dat. Vespa gejat. Ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga dus lekker, heel rustig wegrijden. Dus kijken wat er voor allemaal gebeurt in bocht 1 en dan fluiten de eerste drieën. Wat dat betreft, mos hier niet te veel ver aan willen zitten. No. Top 10? Midden in de top 10? Dodelijk, echt. Dus ja. P10. Echt van pole positions wegrijden, dan is het gewoon om weer aan te gaan. Maar dan nog hebben ze een chance, dus die niet remmen. Of, of,
Of de Mossman Fuck bijna aan zijn derde dus, 2 seconden te vroeg weggeeft. Ja, maar dat kent alleen dan als de echte pace-ups. Ja, dat moest nog goed doorheen, ja. Ik weet niet of ik dat heb. God, dat zou goed zijn natuurlijk, hè. Van P18 gewoon te vroeg wegrijden. Hup, wegwezen. Gewoon hoe echt een nacht is er hier? Ik weet niet wat het werd. Is wel vrij duister. Come on guys. Nee, looser. Dat is echt. Grande Giro. Daar gaan wij niet meer heel veel aan doen, maar dat is een nachtrace. Ah, dat is mooi. Dat is mooi! Nou, wie wil ze stonden voor P17? Oh, dat is dead last op dit moment. Nou, dan weet ik wel wat ik ga doen. Geen jumpstart, dat is veel te wiet. Mossen als er één landbaan is, mossen al vertrekken. Gewoon ja. Heel rustig met de koppeling, niet te veel slijtage veroorzaken. Gewoon lekker rustig maken, koppelen, vanaf 8000 toeren. Oh, een sluiter moet ik dood. Dat is precies de bedoeling. Ik ben nog helemaal laatste. Ik zit nog aan het frontwings tegen van alle filmen. Yep. Oh, dat viel heel erg met jongens. Hey, de genoeg! Het is niet te geloven, hè? Het is niet te geloven! Er is zo'n fucking Renault. Er vlucht hier zoveel frontwings onderdelen. Zoveel carbon, hè? Jongens. Dat is zo vermanend toespreken. Oh, ik zie het ook al, ja. Ja, what the fuck? Jong ding nou. Oei, hier, ik zit hem al staan, ja. Timmy Thunder. Ja jongens, ik zit gevangen tussen meerdere Mercedes, Sauber's en Red Bulls. Oké, wie haalt erin? Monaco is gewoon echt geen track dat ze gewoon random met internet driver skins gaan doen. Kom maar jongens, kom maar hier! Oh, daar gaat het vol! Daar let niet op! Zet ik de Bursley. Oh, wat een fucker! Hé, tuurlijk een moer, vol tegen een moer aan! Ik heb het gehad met die, dat is wat er gaat gebeuren. Hoppatee, zo. 10 second time penalty. Hoppatee! Is dat geen frontwing, hè? Jezus Christus, man! Wat is dit voor kutfan, man? Fucking carnage. Ja, ik ben trouwens retired. Ja, ik ben weg. Dit sluit echt helemaal nergens op. Er zijn zoveel ongelukkige bluejijden die gewoon de moer in duwen. Ja, redelijk gewoon met opzet de moer in. Ja. Monaco is gewoon geen track om met random internet dudes te doen. Nee. 80% van de mensen die online reed, misschien wel meer, zijn type 1 noobs. Ja, wat dan? Gewoon een nieuwe session zoeken. We kunnen ook zelf in hem beginnen. Dat vanzelf aan de touwtjes trekken. Maar andere lui en een paar AI gedaan. Ja. En dan ook alleen maar goede tracks natuurlijk. Uiteraard. Ik heb nog open. Oh, geen open staan. Maak ze gedaan of? Is nu open. Spanje heb ik al lang niet meer gedaan. Gewoon in de Ferrari gaan zetten. Oh, er zit geen hond hier, natuurlijk. Ja, ik heb ze wel snel genoeg gewiezen, hè. Dat is wel zo. Quick, later. Sneaky adjustment hier in de settings. Wat heb je gedaan? Schoot eens tussen dat bedoeld gaan. Nou, nu moeten we eigenlijk wachten tot de fuckers bij komen. Mm.
En dat zijn ook fuckers. Safety car staat goed. Safety car? Wat de dames dan? Ja, wij niet. Oh, maar fijn goed. Thief Labs. Alle assists zijn sneaky uitgezet. Zal ik eens sneaky naar Stefan bellen? Ja. Op de speaker, hè? Ik heb hem erover op YouTube. Uiteraard. Heel van ETW. Ik heb er heel boos in van zijn nee, straks. Elsem? Ja. Ik zie je nog wel als ik een FaceTime. Het komt niet goed uit, zetter. Nou, dan werd er nog even gefacetimed. Ik gebruik normaal nooit. Het rare geluidje. Misschien vind ik het zo goed dat het toch opneemt. Ja. Wat ik de hoop. Allee. Is nog helemaal Indy aan het bellen. Wat is het van rare vent? Een rare man. Gelul! Werd aan hem druk gestuurd. Nou, dan gaan we weer met dit doen, want hier komen ook geen fuckers mee bijzijnig. One shot qualifying, ready up. Hey, wel eens rennen. Het is een fucking Portugees. Ah, hij is wel weg, godverdomme. Even weg. Ja, jezus man. Is het de scuderia stal net terug in elkaar zin? Ik wil niet zeggen, ik ben tegen dat blok. Ah, one shot quali Spanje. Mooi. Spanje is toch een truc. Iedereen heel goed zou moeten kennen. Toch wel die pre-season testing die we hier ook gedaan hebben in de Formule Frans op. Ik heb daar geen, geen setup voor opgeslagen. Ja, ik spoor volgens mij is redelijk doorsnee. Maar dat is ook een redelijk doorsnee track. Jo. Ik heb hem ook op 6-6 staan, geloof ik. Dus, Scuderia Ferrari SF70H. Op de harde band staat hij hier klaar. De fucking harde band. Nee, dat is alleen in de jam keys, dus daar staan. Oeh! De Lanense bocht. Hoe is er weer een corner cutter? Het is aardig een beestje, hè? Daar is er niks aan. Ah, oh, dat is traag. Zie je de zandbak? Zwaai je even. Nu kan er een hele nutten. Hier ben ik hier heb ik een probleem met. Ja, ik vind het wel een fijne halting. Oh, de brug ingestuurd. Oh nee. Nee, de ronde is helemaal verzaakt. Ik heb ook helaas niet metgenomen. Wat man, de Juma, een ganse grip kwijt. Nee, het is geen mooie ronde. Nu het kutste gedeelte van deze track met fucking fuck curbs. Ah man, dit is een hoogte curbs. Zelfs Robin Vrijnstek in het dan niet gewoon dwingen. Kut! Hey, die pole position gereden. Oh, wacht. We waren net in de purple voordat ik over de strip kwam. Ja, dat wordt een... 17e! Dat wordt een neppe. Wat heeft ze gedaan?
Ja, ik heb ergens flink verstuurd. Dat geldt weer. Dat stuk was de DRS geweest. Oh, en hè? Ja, Bottas, kijk. 918 Spider, kijk, dat is wel mooi, hè? Achter de komma. Ah, ja, nut de botzak dan. Je kunt nog zeggen, dus. Was Lewis, kijk. De tegen dan. Ze zijn weggebleven. Hè? Dit zit niet, godverdomme, dit zit niet te bieden. Het komt naar die kut Spanjaard. Dat de kut vent, dat er even 1 seconde in zat. God. Jongen. Nou, nee, zullen we even laten zien aan het YouTube-publiek wie een echte Grand Prix verreden moet worden. Yes. Eens even kijken of we dan tenminste nog een beetje een inhaalrace van kunnen maken. Maar dat is maar 4 flaps. Oeh, dat is... Dat zijn we niet veel. Kut, wat als we een meter start hebben te pakken. Mag een zeer, zeer matige start. Oeh, nu hebben we meteen 100 posities goed gemaakt. 100.000. Ah. Van nu op P11. Oh. Aangereden. Die gaan we nog even voorbij. Loop actie. Kief door het veld. Nee, we zitten al in de punten. Ja, die trein is het zo makkelijk in te halen, hè? Dat is weer een positie. Oh, Alonso! Oeh! En nog een positie. Waarom stuur je eigenlijk de vrug in? Volgens mij heb ik een verkeerd remmoment in de kop zitten. Was je niet remmen? All right, the inside! Oh! Instuurmoment. Turn to the inside. Wat flink gebeurselt hij? Veraan. Hey, Grosjean! Oh, dan ben je mijn positie weg hier. Nee, hij houdt hem. Weer overgenomen. Ik zit er hier alsof ik in een Renault zit. Dat is het. Heel voorzichtig. Heel dociel. Dit en Potter zijn helemaal op het vinkertouw. Zo. Kut vent. Ik weet niet goed. Hier, ik heb hem te pakken. Even liften daar, Tim. Even liften. Nee, remmen. P7 ondertussen voor Tim Tunder, dat zijn al 10 posities. Binnen anderhalve ronde. Oeh, wordt een tactische kut gedaan van de chicane. Zonder warnings. Oh. DRS is now enabled. Will be available to you. Wat een berg. Dat wordt een hele snelle eerste bocht. Combinatie. Oh. Waar zit hij? Welke berg? Lekker in ieder geval. Ah, die werd natuurlijk perfect wie de auto van hem in elkaar zit. En terug. Heel dossier. DRS'je van de vent. Oeh,
de versnelling te hoog. Perez is de volgende die in de beurt is. En we komen gelijkmatig dichterbij. Bottas zit de pace, hè? Goed. Hoppa, fast is lap. Tundra ook de pace, gevonden. Je hebt de pace wel. Oh, Perez, good fan. Die remmen zo helder. Oh, dan moet ik liften. P5 voor Timmy Thunder. Ik of hij nog een podium kan maken. Nou, de zieke begint nu een beetje zijn rij te vingen op het circuit. Dus Bottas, jij bent nu losgereden. Ja, dicht gewoon een nummer inhalen. Een podium? Zou er wel echt nog in kunnen zitten. Oeh, gans los. Kost tijd, jongens. Great work. That's a new first. Ja, ik heb ook een flink gat getrokken op dat Bottas. Onnodig. Oeh, dan komen die Red Bulls wel heel dicht binnen nu. Ja, pak ze! Die hebben de pace niet. Oh, ziek gespuit! Mist de Apex daar volledig. Hij is hem niet kwijt, hij is het kwijt. Dat is de juiste benaming. Heel de rest van de Red Bulls. Ja, dit wordt een spannende. Ik vind het DRS-rit is wel een bot, dus ik zal pakken. Oh, de zieke gaat wijd! Hebben ze een Red Bull te pakken? Helemaal. Oh, dat gaat er niet! Oh, verzaakt het! De zieke komt crashend over de streep. P4. Van P17. Ah, dat is toch een mooie inhaling geweest dan. Dat wordt best interessant, moet ik zeggen, ja. Als ik op het laatste net even vergissen, zou ik Ricciardo nog wel kunnen hebben. Ricciardo? Hoe scheelt dat? Het scheelt niks. Seconde. 7 seconden. Ja, een seconde tussen de U2. Ja, tussen Oost-2 is het 7 seconden. Dus op zich valt dat ook nog wel mee. Ja. Kies een baan. Wat hebben we nog? Wrecked by Marvin. Welk? Oh, wat is je naam? Wat? Welkom, Marvin. Welk? Er is een dude in de AMG Patronas erbij gekomen. Fuck also. Een Duitser. Zeg maar stop. Ik kan niet zien. Japan. Oké. Okay. Oh, Japan. Japan. Honestly.
But honestly. Ooh, Adam Bunny in here first. Get Adam Bunny in for you! Wat goed! Oh, allebei de topteams, hè? De Duitsers tegen die Nederlander of die Italiener. Die Nederlander spelen jetzt die Italiener. Jetzt gehen wir anfangen. Japan ist jetzt Mannschaft Qualifying. 5 Laps auf Realistica. Bomben, sie haben die Ferrari. Wow, aber die Deutsche, die haben der Mercedes. Das ist auch ein sehr, sehr schneller Wagen. Wir sollen sehen, das wäre ein sehr interessanter Race. Nee, die gewoon direct crashen, omdat alle assists goed staan. Nah, het zijn wel Duitsers. Ah, die zijn gruntelig. Ze hebben wel meteen de Mercedes gepakt, hè. Ik ben niet wat het Wat zit een kutvent in mijn Steven, heb je net van alles zitten te sturen. I wish. Oh, wat een zijgaas zo. Waarom zou ze zo lang met India's bellen? De zeker is een laai. Dag dames en heren, het is een zeer nat Japan. Wij gaan met de full wets gaan we hier kwalificeren. We gaan kijken naar de car setup. Natuurlijk voor Japan een zeer gebalanceerde setup. 6-6 winks normaal. Gaan we naar 8 winks. 7-8 winks. Wordt even gecorrigeerd. Differentieel worden wordt aangepast. De limited slip diff. Dat we lekker lokken kunnen in die bochten. Driften met de Ferrari is altijd leuk. We gaan de baan. Oh, dit werd P-laatste. Die heeft voor de AI kunnen verspannen op dit moment. Ze hebben totaal geen gevoel bij de baan. In het rijden echt niet. Nee, dat werd hem niet. Dat is... P20 nu al, ik ken dat. Oh, er is genoeg grip. Noem hem mee! Oh, de achterkant wordt goed. Extreem dossier in het rijden. Het is heel gevaarlijk. Oh, ik ga de achterkant schrapen. Ik heb de wings nog echt super laag staan. Waar heb je ze op gezet? Ik staan ze 6-7 bij mij. Dikker in zijn 8, hè? In zijn 8! Oh! Ik heb mijn handjes even gedaan. Dat is heel groot succes. Oei, oei, oei. P10. P7, P6. P5, nice. P2. P1. Nice. Oh, ik ben een kwit! Oh, nee! Geen P1. P3. Heb ik wel zo kunnen hoed te breken op een super hoge snelheid. Fucking lijp is dat. Geen weten te houten. Ja, spoelen, er is niks in de regen. Van heel veel klaar. Rek bij Marvin is opgerond. Nee, schansklaar daarmet. P8. Kutzooi. Je dan voor Demi, 130R. Toch maar even bierremmen. Ja, remmen. Nou, ik ging goed, hoor. Hier, godverdomme P14. Ga ik hem moeten remmen halen, 14. Dat is dit godverdomme qualifying kost, hè. Tijne Ricciardo, Rainmaster. P12. Door. Kijk, wat heb ik gereden? 16. Godverdomme, het ene momentje, hè. Kutzeik. Dat is heel lang, een halve seconde. Anders, maar dat is best wel veel. Nog een rare boer. Maar die Prusen die zijn al bij weg. Ze gaat van assist naar aan. Dat is gewoon niks. We hebben geen Mercedes. Verder die vervangen door Lewiski. Godverdomme. Op zich met nog twee anderen erbij, dan mag wel te doen zijn. Zoals in Monaco, dat was wel absoluut drama. Vond ik nog agressief lekker dat. Een lekkere inhaalrace kunnen plaatsen. Ja, dat was wel. Ja, daar staat er eigenlijk al, de zeker. Jan Magnussen. Zit achter de zeker. Zeker, ik heb een toucheetje gedaan. Stroll.
de drugs kunt. Hier, je Magnus er, ik geef hem de baan. Jan Magnus, dat is een nette. Oh, what the fuck man? Ik heb mensen voor de Remy dit ook kunnen. Oh, Alonso is geglitched. Fuck. Dit spel, hè? Dit spel is zo kut, hè? Ja, Alonso glitchte bent, door dat knal door kon tegen hem aan, dan knalde ik tegen Ocon aan. Ah, wat is dit? Godverdomme jongens, echt. Denk die nou. Jezus man. Het is weer zo weten. Oh, aan de binnenkant van de spoon, dat is riskier. Ik zit achter Carlos Sainz senior. De rem vult de vreugd, man! Carlos Sainz. Echt niet normaal. Totaal niet verwacht. Dom natuurlijk, want die gaan we ook wel terug. Wat zit hier in Carlos Sainz min of twee? Ja, dat is senior. Ja. Ik rijd niet door. Met angst. Japan angst. Sean heet dat. Ja. Wat een man. Door de rankie. En dan wees ik in de P4 trouwens. Mooi. Het is toch een beetje mijn thema heet eigenlijk, Rojan. Ja. Lomp move. Hulkenberg P2, wat dacht ze daarvan aan? Ik heb echt zijn best gedaan in de rijgen. Dat geet je. God, dat is mooi. Dat geet echt. Nu Verstappen zit ik in te halen. Jos Verstappen. Jos Verstappen. Ja, alles in nieuwe momenten, dus dan zit hij ook zo langzaam. Ja. Hey, Sergio Perez in de leiding. Zit nu. Heel agressief in gehaald, Jos Verstappen. Niks aan de hand. Show you. Persoonlijk snelste sector. DRS. DRS is now available. Hoppa, dat is agressief al. Precies snel getunder. Wat gek. Hoezo is dat gek? Rek. Ja, ik ga helemaal niet het idee dat er snel een 3 wil rijden. Ja, voor mij gewoon een traffic lap, hè. Dus de warning in all out. Nu ben ik wel met een redelijk snelle bezig. Als Perez even aan de kant wil gaan. Dat is mijn mop-out, die. Alon, 14. Waarom staat Alonso altijd P14? Ik denk het fijn. Stok je punt in 3 en riet hem even op zijn race nummer. Ja. Ja, in dat geval werd P10 mijn doel vandaag. Helaas besteedt P32 niet. Nou, wie zou ze dan niet willen zien? Ook niet, nee. Nu is het Timmy 14. Oh, dan gaat zich nu eens even lekker wel aanpakken. Heerlijk. Heerlijk! Ik heb het dan op je 13! Dat is de plek van Sean. Dat was de fastest lap of the race. Keep this up. Ah, wiel in het gras. Ik heb het dan op je 12!
krijgt ganswiet, veldwiet. Ja, dat is het probleem als je deze brug neemt. Ik neem een zijn 8! Toch had hij een beetje angst, hè? Ja, dan riecht de lab heel de ziel uit en dan wordt dan een keer een vaste slap nog door het kind pompen. Meter later remmen, maak er een plaatsen goed. Nou, Joost, de rem volgens mij ook een later, 10, 15 meter als ze gaat zakken. Ja. Ah, kom ik alsnog in het verkeer terecht, hè? Dus al super veel ruimte heen gegeven. Kom, Alo, maak je weg. Nou, dat kan ze chillen. Goed als zin. De rest wel nog wel altijd P2, hè? Een nietje. Een nietje. Ik zou dat niet aan te pakken. Zeer spijtig. Messig. Nou, dan kunnen we. British Airways. Ja. Goh. Een zware bevalling. Ja, vind ik wel goed geweest, ja. Het is goed, ja. Ja. Goed. 2 seconden.